onze series Interviews op weg naar de verkiezingen spreken we vandaag met Eline Vedder, kandidaat Kamerlid voor het CDA. Mevrouw Vedder, voor de mensen die u nog niet kennen, kunt u kort vertellen wie u bent? Ja, mevrouw Vedder ben ik. Dat is wennen voor mij, Eline Vedder. Ik woon in Ruiderwold, Zuidwest-Drenthe, met mijn man en twee kinderen. En we hebben hier een melkveebedrijf. Van origine ben ik werktuigbouwkundige ingenieur. Dus ik kom uit het bedrijfsleven. En ben wel boerenkleindochter. Mijn opa was akkerbouwer. Maar door de liefde ben ik hier in de melkveehouderij gerold. En besmet geraakt met het virus. Steeds meer mee gaan werken. En afscheid genomen van het bedrijfsleven. Okay, en dat bevalt? Ja, dat bevalt heel goed. Anders was ik wel weer teruggegaan. Want het is hard werken voor een stuk minder loon dan ik gewend was in mijn oude managersfuncties bij Unilever. Maar het is zoveel mooier werk. Er zit zoveel meer zingeving in. En dan steeds meer gaan zien van wat er allemaal op die sector afkomt en wat er in de media te horen is en hoe vaak dat wel niet klopt. En zo ben ik het bestuurlijke werk en het politieke werk ingerold, omdat ik daar wat van vond en vind. U bent eigenlijk bekend geworden door de laatste actie en vooral ook door het weerwoord dat u gaf aan Jesse Klaver bij Paul en Witteman toen dat tijd nog. Ja, Paul en Jinek. Paul en Jinek, ja. Excuses. Dat was ook op weg naar de verkiezingen. Ja, klopt. Ja. Ja, dat was inderdaad in dezelfde tijd als de laarzenactie. En toen was er zoveel onrust in de sector. De derogatie stond op het spel. En daarmee dus een derde van de melkveestapel. Als ik dan zie dat zoiets gebeurt en dat een beleidsmaker dat eigenlijk niks lijkt te schelen. Want zo was het op dat moment echt. Dat de staatssecretaris Van Dam leek een beetje zijn schouders erbij op te halen. Van ja, sorry jongens, het is niet gelukt. Je red je er maar mee. Ja, daar kan ik gewoon niet tegen. Dus toen ben ik in de actiestand geschoten. En dan kwam ik van het ene naar de andere uitzending. Ja. En vandaar ook de politiek, hè? Ja, klopt. Dat is eigenlijk begonnen in Zwolle. Dat was dezelfde tijd. Ik op het podium met Van Dam. En toen werd ik benaderd na die avond door Jaco Geurts. Die was daar toen aanwezig. En die zei tegen mij van jij moet een keer een dag met mij mee naar Den Haag. En daar is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik niet lang daarna in de gemeenteraad gestart. Ja. Even kijken, u staat nu op plaats 23 van de kandidatenlijst van het CDA. Dat in de peilingen staat CDA nu op 18 of 19 zetels. Ja. Wat denkt u dat u in de Kamer komt? Nou, dat wordt nog wel even spannend. We hebben natuurlijk nog even een paar weken te gaan naar de verkiezingen. En dan hangt het ook nog af van of er nog mensen doorschuiven met coalitievorming. En misschien, hopelijk, red ik het met voorkeurstemmen. Dat zou natuurlijk het allermooiste zijn. Maar hoe waarschijnlijk is het dat u het met voorkeurstemmen redt? En dat de mensen die op u stemmen, dat die hun stem niet bijvoorbeeld naar Lucille Werner zien gaan? Ja. Het is me twee keer eerder gelukt. Zowel in de gemeenteraad als in de staten ben ik met voorkeurstemmen daar terechtgekomen. Ja. Ik ben op dit moment het enige statenlid dat daar zit, dankzij voorkeurstemmen. Dus het kan wel. Vier jaar geleden, zijn natuurlijk ook een heel aantal mensen met voorkeurstemmen de Kamer ingegaan. Ja, we gaan het zien. Er zijn een heleboel. Er valt wel echt wat te kiezen straks. Ja, 4 jaar geleden is Maurice van Martels bijvoorbeeld met voorkeurstemmen in de Kamer gekomen. Dat ook heel veel voorkeurstemmen van boeren. En hij wilde zich eigenlijk inzetten voor het landbouwbeleid. Mm-hmm. Maar hij is eigenlijk afgeschipt, om het woord te gebruiken, hij mocht iets doen met milieu en met biodiversiteit. Maar landbouwbeleid bleef echt bij jou gekeurd zitten. Dat is er niet een gevaar voor u ook dat gebeurt? Nou, ik heb Jaco die heeft onlangs nog in een filmpje zich uitgesproken daarover. Dat ook hij de afgelopen periode heeft gezien hoe dat landbouwdossier aan het groeien is. Zeker als je dat ook samen met stikstof bekijkt. Mm-hmm. Dat eigenlijk met goed fatsoen niet meer bij één persoon gaat. Dan kom je gewoon handen tekort. En ik vind het wat dat betreft heel lovenswaardig dat het CDA zich uitspreekt van wij vinden eigenlijk dat er twee landbouwwoordvoerders dat het tijd wordt voor twee landbouwwoordvoerders neer te zetten. Ik geloof niet dat er andere partijen zijn die ook op die denklijn zitten op dit moment.
Maar ik denk wel dat hij gelijk heeft, ja. Als je kijkt naar Arius en alles bij de NVWA, als je dat echt tot de bodem wil uitpluizen, zoals Pieter Omtzigt bij het kindertoeslagaffaire heeft gedaan, ja, dan heb je daar gewoon een dagtaak aan. Meer dan een dagtaak. En is er al een beetje een taakverdeling gemaakt tussen wat Jacco zou gaan doen en wat u zou gaan opnemen? Nee, dat is nog veel te vroeg. Dat is ook, dat hoort bij de volgende fractie. Ja. Dus dat komt na de verkiezingen. Ja, als u in de Kamer komt, welke onderwerpen zou u dan naar u toe willen trekken? Ik heb het bij mijn sollicitatie ook al heel helder gezegd. Wat mij altijd drijft is, als er ergens bestaansrecht in de verdrukking komt, ten onrechte, dan ga ik aan. En dan daar moet je mij opzetten, op dat soort dossiers. En dat is natuurlijk in de landbouw op dit moment heel erg het geval. Dus ik heb ook bij mijn sollicitatie gezegd van als je van tevoren niet de intentie hebt om mij op zoiets te zetten, ja, dan moet je me niet naar de volgende ronde door laten gaan. Maar uiteindelijk ben ik wel op de lijst gekomen. Dus ik ga ervan uit dat de mensen bij het CDA ook snappen waar ze mij voor moeten inzetten. Heel even terugkijken naar het vorige. U bent in 2018 in de gemeenteraad van de Wolde gekomen. Ja. Met voorkeursstemmen. En in 2019, toen u gekozen werd, ook weer met voorkeursstemmen voor de Provinciale Staten, gaf u die gemeenteraad zitten op. Ja. Als u dadelijk in de Tweede Kamer komt, blijft u dan nog lid van de Provinciale Staten? Nee, dat is bij het CDA eigenlijk een soort regel, dat je geen volksvertegenwoordigende functies met elkaar combineert. Is het niet een beetje een verraad aan de kiezers die u in de Provinciale Staten hebben gekozen om na 2 jaar te zeggen van, nou jongens, tot ziens, ik ga naar Den Haag. Dat was ook de reden waarom ik in eerste instantie heb bedankt. Want ook voor deze lijst is er een beroep op me gedaan. Maar dat is door zoveel mensen gedaan om mij heen. Ook dus de mensen die mij in de Staten hebben gekozen. Die willen u liever weg hebben. Ja, zo zou je dat ook kunnen uitleggen. Ja. Ze willen van me af. Stuur er maar daarna Den Haag, dan hebben wij er geen last meer van. Nee, ik blijf ook met heel veel liefde blijf ik in de Staten. Dus dat is... als het niet zo mag zijn, dan ga ik met alles wat ik in me heb, zet ik me in Drenthe gewoon in wat ik nu ook aan het doen ben. Ja. Maar blijkbaar is er behoefte aan mensen zoals ik in Den Haag. Ja, en als dat beroep op mij wordt gedaan, dan ga ik dat verantwoordelijkheidsgevoel niet opzij schuiven. En mensen zoals u, hoe zou die mensen typeren? Oh, mensen die weten hoe de landbouwsector in elkaar zit. Die zien wat er op de landbouwsector afkomt, waar het knelt, wat er nodig is en dat goed uit kunnen dragen. De afgelopen 4 jaar hebben we een regering gehad die er volgens veel boeren een potje van heeft gemaakt. Te beginnen met uitspraken over mest- en kalverfraude, daarna de fipronilaffaire, de hele stikstofcrisis. En het CDA heeft dit kabinet eigenlijk ondersteund die 4 jaar. Het zat in de coalitie. Hoe kijkt u daarop terug? Ik moet daar natuurlijk van de buitenkant naar kijken. Net als de mensen die zeggen van ze hebben er een potje van gemaakt. Ik kan mij dat heel goed voorstellen. Want het is echt frustrerend wat er de afgelopen 4 jaar is gebeurd. Maar ik mag misschien van iets dichterbij meekijken dan bijvoorbeeld mijn echtgenoot. En dan zie ik dat daar met die 4 partijen in de coalitie ook afgelopen 4 jaar ongelooflijk hard is geknokt. En als je ook de uitspraken van vertegenwoordigers van die partijen die ze de afgelopen 4 jaar naast elkaar legt, dan is de conclusie niet anders dan dat daar best wel grote afstanden tussen hebben gezeten de afgelopen tijd. He, met een Tjeerd de Groot die zegt we gaan de veestapel halveren. En een CDA die zegt we gaan absoluut niet spreken over een gedwongen krimp van de veestapel. Dan is de som niet zo moeilijk om te kunnen zien dat daar dus achter de schermen veel afstanden overbrugd moesten worden. Had de CDA niet gewoon de stekker eruit moeten trekken, op moeten stappen? Ja. Ik vraag me af wat je... Of dat helpt in het allerergste voor onze sector en voor ondernemers, en dat ervaar ik ook elke dag, is onduidelijkheid en onrust. En hoe langer dat duurt, hoe erger, hoe groter de gevolgen zich gaan opstapelen. En als je een stekker ergens uittrekt, zeker uit een kabinet, dan heb je niet zomaar weer een nieuw kabinet staan. Dus ik snap wel dat die afweging continu wordt gemaakt van wat kost ons dat en wat brengt ons dat dan?
En dat is een heel onzeker rekensommetje in dit politieke landschap. Dus ik geloof niet dat ik dat verstandig had gevonden, nee, eerlijk gezegd. Is dit ook de redenering dat CDA de stikstofwet heeft ondersteund, waardoor boeren in minder dan 15 jaar 50% stikstof moeten reduceren? Ja, die 50%, dat was een, dat weet ik, dat was een, daar was het CDA niet gelukkig mee, of is het CDA niet gelukkig mee. Maar toch stemt het voor de wet? Ja, omdat er ook hele belangrijke elementen in zaten die nu nodig zijn. Want die pasmelders, die 3300 gezinnen, die hebben ook duidelijkheid nodig. En hoe langer we de economie stil laten vallen, dat maakt het de problemen niet kleiner. En dat maakt de opgave voor de agrarische sector ook niet kleiner. En dan moet je een moeilijke afweging maken van wat brengt op dit moment de sector het meest en wat doet het minst schade. Ja. Wat zou u hebben gedaan als u op dat moment in de Kamer had gezeten? Ik had eerst flink geworsteld en veel discussies overgevoerd. En dan was ik waarschijnlijk op dezelfde conclusie uitgekomen. Want ik zie dat ook in mijn rol bij LTO. Zie ik namelijk hetzelfde landschap, dezelfde afweging en dezelfde worsteling. Mm-hmm. En je moet op een gegeven moment gewoon ook door. Even een ander onderwerp, het verkiezingsprogramma van het CDA. Die ken ik toevallig. Daar heeft u aan meegeschreven? Ja. In dat programma lees ik dat CDA kiest voor een nieuwe aanpak. De overheid moet langjarige duurzaamheidsdoelen vaststellen. Ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja. Over hoe dat eruit gaat zien? Graag. Het nieuwe zit hem vooral in, dat woord langjarig is heel belangrijk. Uh-huh. Boeren investeren voor een generatie, niet voor één kabinetsperiode. Dus dat zicht op dat langjarige doel, dat heb je gewoon nodig. Anders kun je je investeringen nooit rondrekenen. Maar het tweede belangrijke stukje uit die zin is doelmaatregelen. Wij willen heel graag af van de brei van middelvoorschriften waar we inmiddels in zijn beland in de landbouw. En echt veel meer naar doelmaatregelen toewerken. En dat klinkt makkelijk, maar dat is ontzettend lastig. Want dat betekent dat je straks controlerende organisaties hebt, die moeten gaan controleren of er doelen worden gehaald, in plaats van dat ze een lijstje afvinken met heb je de juiste kleur vloer en heb je de luchtwasser aan je stal vastgeknoopt, ja of nee. Dus dat wordt een hels karwei, maar dat is de enige weg in onze ogen om wel stappen te kunnen zetten en ruimte te geven aan het vakmanschap van de boeren en boerinnen in Nederland. En ook dat diversiteit er mag zijn. Op dit moment wil een beleidsmaker graag de landbouw in dezelfde mal hebben. Want dat is een makkelijker handhaven. Terwijl de diversiteit in de sector juist onze agrarische sector zo sterk maakt. Dus dat is in een notendop wat ons betreft de shift die we moeten gaan maken. Maar lukt het om die doelen zo vast te stellen dat de landbouw nog overeind blijft? Laten we bijvoorbeeld stikstof als voorbeeld nemen. Dat, mm-hmm. Die stikstof die zou in 15 jaar met de helft moeten zijn afgenomen. Ja, ja, dat is ook door de wetenschap en de sector zelf aangegeven. Die 35% die zien we voor ons. De innovaties die we daarvoor nodig hebben, die zijn er. Dit achten wij een haalbaar doel. En voor die 50 hebben we nieuwe inzichten en nieuwe innovaties nodig die er op dit moment nog niet zijn. Om nog maar niet te zwijgen over de middelen die ervoor nodig zijn om daar te komen. Want dat kan de sector natuurlijk niet zelf ophoesten. Als je weet hoe de gezinsinkomens op het druk staan, dan is het voor de politiek niet zo moeilijk om uit te rekenen dat je niet moet verwachten dat uit de portemonnee van die gezinnen gaat komen. Dus dat doel er staat, de weg er naartoe is nog helemaal blanco. Dus daar moeten we gewoon ontzettend hard mee aan de slag. Mm-hmm. Om te kijken van, en hoe komen we daar dan haalbaar en betaalbaar? En dan zetten we straks niet alleen met stikstofdoelen, maar u wilt op verschillende gebieden lange termijn doelen neerzetten. Ja. Ja. Dus dat gaat een heel gepuzzel worden op. Ja, dat gaat een heel gepuzzel worden. Nou, het puzzelen op een bedrijf doen we nu natuurlijk al. Dat is, als ik wil weten hoeveel koeien ik mag houden, dan moet ik minstens 6, 7 algemene maatregelen van bestuur en wetten erop naslaan.
Maar als je echt gaat sturen op doelen, dan kun je ook kijken van waar zitten de win-win situaties. Dus wat kan ik op mijn bedrijf doen, wat bij mijn omstandigheden past, die mij helpen voor en stikstof en klimaat bijvoorbeeld. Het punt wat ik heb met lange termijn doelen, dat hoe ga je borgen dat ze over 4 jaar, dat die als volgende kabinet ook weer verleden tijd is, dat die nog steeds blijven staan. Ja. Dat er niet nieuwe politieke inzichten of stemmingen zijn die zeggen van nou, dat hier kan wel een tandje bij worden gedaan of dit moet heel anders. Of we grijpen toch weer terug naast de doelvoorschriften ook naar weer middelvoorschriften. Ja, ik denk dat dat altijd de puzzel is voor de politiek. Om wat is jouw visie? En als je daar een deel van kan verwezenlijken, hoe zorg je er dan voor dat dat bestendig is? En dat moet je dus... Dan moet je daar goede wetgeving voor optuigen die daarbij past en die ook toekomstbestendig is. Dat je niet bij het volgende dossier denkt, oh, wat we 4 jaar geleden op fosfaat hebben bedacht, dat werkt nu tegen ons. Dus die holistische, die samenhangende blik, zeg maar, die is cruciaal. En we kijken er nu heel verkokerd naar. Dus we maken fosfaatwetgeving, we maken stikstofwetgeving, we maken klimaatwetgeving. En daar zit veel te weinig interactie tussen. En dat moet echt anders. En hoe gaat u ervoor zorgen dat dat gaat gebeuren? Daar stinkend mijn best voor doen. Kan het iets specifieker? Nou, op zijn minst in ieder geval. Je moet sowieso altijd in de politiek natuurlijk zorgen dat je medestanders hebt. En ik zie in de sector ook heel erg de behoefte aan doelmaatregelen. Die roept dat al jaren, van geef ons nou helder de taak die je van ons verwacht in plaats van dat afvinklijstje. En geef ons de middelen om het te doen en dan gaan we wel. En dat, daar geloof ik ook echt in, want dat heeft de sector, doet dat al generaties. Als duidelijk is waar er naartoe gegaan moet worden en mensen zien toekomstperspectief, dan zijn boeren super ondernemend. En als je dat aan elkaar weet te koppelen... En dan moet je toch als politieke partij ook wel gek zijn om dat te laten liggen, zou ik denken. Ja, er is de laatste tijd steeds meer sprake van een landbouwakkoord. Ja. De huidige Tweede Kamer die heeft zelfs een motie aangenomen van de SGP om een volgende regeerakkoord naartoe te streven. Is dat een manier om die doelmaatregelen ook vast te leggen? Ja, wat mij betreft wel. En ik vind het ook een mooi voorbeeld dat je ziet dat het besef van de noodzaak aan langjarig beleid... is dus niet alleen bij het CDA aanwezig, maar sijpelt ook bij andere partijen door. Anders was zo'n landbouwakkoord überhaupt niet eens ter sprake gekomen. Dus het is misschien ook wel gewoon een kwestie van een lange adem en er continu op blijven hameren. Dat echt een randvoorwaarde is om stappen te kunnen zetten. Een ander punt dat ik in de verkiezingsprogramma had gelezen, dat u wilt naar een beschermde status voor landbouwgronden in Nederland. En welke gebieden denkt u dan? Oh, dat hebben we niet ingevuld in het verkiezingsprogramma. Wij hebben er echt bewust voor gekozen om een programma te schrijven op hoofdlijnen. Dit komt vooral voort uit dat we zien dat er een heleboel grote opgaven zijn die allemaal een beslag leggen op hectares. Natuur, woningbouw, energietransitie, biodiversiteit, etc. En die landen allemaal op dezelfde hectares. Er ontstaat gewoon een enorme grondhonger. En die landen 9 van de 10 keer op landbouwhectares. En wij hebben zorgen over het gebrek aan regie daarop. En wat er gebeurt met het beschikbare landbouwareaal. En daarmee dus met de sector zelf. Als we dat maar een beetje aan de grote zakken overlaten, zeg maar. De diepe zakken. De Shells en de... Nou ja, de partijen die ruimte nodig hebben en of China. Een ander punt dat dat in het verkiezingsprogramma staat, u wilt nieuwe kitcoöperaties. Dat als vervanging van de productschappen die 8 jaar geleden zijn opgegeven. Maar de mogelijkheid om dat te doen bestaat toch al heel lang. In het huidige GLB dat 7 jaar geleden is ingegaan, was specifiek de mogelijkheid geschept om brancheorganisaties en productorganisaties te schappen. Die brancheorganisaties, bijvoorbeeld de brancheorganisatie Akkerbouw, is toch een voorbeeld van... hoe het verlies aan productschap is opgevangen. En toch zien we nog steeds dat de positie van de boer in de keten echt significant is verzwakt ten opzichte van toen we nog wel productschappen hadden. En de samenwerking overheid, wetenschap, bedrijfsleven
die ons heel veel heeft gebracht, staat zwaar onder druk. Je ziet een enorme afname in middelen die worden gestopt in onderzoek. Dat kun je wel een tijdje volhouden. We zitten nu dus bijna op 10 jaar. Ja. Maar daar moet op een gegeven moment wel ook weer een draai aan komen. Want anders dan bloedt onze leidende positie daarmee misschien een beetje dood. En dat zou ontzettend jammer en zonde zijn. Ja, maar je ziet dat bijvoorbeeld de BO Akkerbouw, dat die zo'n onderzoeksprogramma weer is opgestart. Dat, mm-hmm. Dat ze ook van alle akkerbouwers in Nederland dat ze daar contributie mogen vragen om dat onderzoek te leiden. Dus mm-hmm. in principe kan zo'n brancheorganisatie dat zelf doen. Als een branche zelf, als een keten zelf niet vanuit zichzelf komt met wij willen een brancheorganisatie opzetten. Mm-hmm. Moet dan vanuit de overheid opgelegd worden van en je moet en je zult toch samen gaan werken. Nou, je hebt bijvoorbeeld in de melkveehouderij, dat was 4 jaar geleden, 5 jaar inmiddels, bijna natuurlijk een mooi voorbeeld. Die hebben zich natuurlijk ook sterk verenigd, van boer tot verwerker. En toch hebben we gezien met het fosfaatdossier dat de keten zichzelf wilde reguleren en daar enorme moeite mee had vanwege het ontbreken van die structuur, dat lijntje naar de overheid. Uiteindelijk heb je voor de laatste stap heb je ook een wisselwerking nodig met de beleidsmakers. En die is een beetje doorgeknipt. Dus ineens gaan zuivelondernemingen moeten dan gedwongen op de stoel van een beleidsmaker gaan zitten, waar ze helemaal niet voor ingericht zijn, wat niet hun core business is, maar omdat er geen andere mogelijkheid is. Daar willen we iets aan doen. En je ziet ook in de agrarische sector is de roep om de terugkeer van de productschappen heel erg groot. Dus eigenlijk weer meer overheidsregie aan de landbouw? Nee, het gaat juist om die samenwerking, om die wisselwerking. Want nu is het vaak of de overheid trekt het helemaal 100% naar zich toe. Nou, dat hebben we met de voermaatregel afgelopen zomer gezien. Wat voor prachtige creaties daar af en toe uit kunnen rollen. Ja. Of je bent als sector helemaal op jezelf aangewezen. En dat hebben we in het fosfaatdossier gezien. Hoe ongelooflijk complex en bizar dat eigenlijk is. En dat moet daar moet een mengvorm mogelijk zijn. En die is er nu niet. En de agrarische sector zelf wil die al heel graag terug. Dus wij vinden als politiek dat we die verantwoordelijkheid hebben om daar actie op te zetten. Okay. Ik wil dit interview afsluiten met 3 vragen die we van boeren hebben gekregen. De eerste is van Jan Bakker. Dat CDA zegt hij is het bastion van de agrarische wereld. Zijn jullie van plan om alle boeren weg te jagen uit Nederland? Nee, absoluut niet. Hoeveel boeren dan wel? Geen enkele. Wat bij ons heel erg belangrijk is en altijd bovenaan staat, is dat wij niet over gedwongen stoppen willen spreken. Aan de andere kant zien we natuurlijk al sinds de jaren 50 dat het aantal boeren afneemt. Maar dat moet iets zijn wat het gevolg is van wat mensen zelf drijft en hoe de sector zich ontwikkelt. Niet omdat de politiek zich ermee bemoeit. Dus wij gaan helemaal niemand het land uitjagen en al helemaal geen boeren. Want we hebben ze keihard nodig. Kunt u zich voorstellen dat desondanks een vraag als die van de heer Bakker opkomt? Zeker, kan ik me dat voorstellen. Misschien niet per se over het CDA. Maar ik heb zelf 5 jaar geleden op een podium gestaan tegenover Van Dam. En toen heb ik hem gevraagd van ik heb het gevoel dat je zoveel mogelijk van ons kwijt wil. Dus dat gevoel van we zijn hier niet meer welkom. En we zijn niet meer gewenst, dat herken ik enorm. En dat zou de politiek zich ook echt moeten aanrekenen, dat we niet in staat zijn om weer een stukje rust daarin terug te brengen. Want het is eigenlijk te bizar voor woorden dat boerengezinnen zich moeten afvragen of ze wel welkom zijn. Ja. En hoe wilt u dat gaan doen of hoe kunt u daarvoor gaan zorgen als u in de Tweede Kamer wordt gekozen? Ik wil in ieder geval mijn bijdrage leveren aan het gesprek over hoe er nu over boeren gesproken wordt. Veel te weinig met. Nou, daar kan ik natuurlijk sowieso wat aan doen. Dat doe ik nu ook. En dat blijf ik dan gewoon doen. Maar in de debatten, ik erger me heel vaak aan de toon en hoe er over de sector gesproken wordt. Ik begrijp werkelijk niet waarom. Als we als maatschappij hoge verwachtingen hebben van zo'n sector en
we zouden graag willen dat ze collectief boven zichzelf uitstijgen. Om dingen voor elkaar te maken die we nog nooit eerder hebben gedaan. Want dat is het natuurlijk, om meer voedsel te maken dan ooit met minder impact dan ooit. Dus we moeten grenzen gaan verleggen. Maar als je wil dat mensen boven zichzelf uitstijgen, moet je ze niet eerst de hele tijd de grond instampen. En dat gebeurt nu wel veel in de politiek. En daar erger ik me groen en geel aan. En daar zeg ik nu wat van in de Staten. En dat wil ik straks in Den Haag gaan doen. Volgende vraag is van Henk Ensink. Wordt de boer of grondgebruiker wel voldoende beloond voor het in stand houden van landschappelijke zaken als bijvoorbeeld bosjes, erfbeplanting of singels? Tot op heden, zegt hij, wordt hij voor mijn gevoel alleen maar gestraft door minder hectarensteun of gemeentelijke belastingen. En iedereen is dol op dit soort landschapselementen, maar niemand heeft er iets voor over. Ja, mijn antwoord zou zijn nee, daar krijgen boeren op dit moment niet genoeg voor betaald. Dat is ook een van de redenen waarom we in ons verkiezingsprogramma hebben opgeschreven dat we de mogelijkheden om te participeren in landschapsbeheer willen vergroten. Niet alleen geografisch, want er zijn gewoon een heleboel gebieden in Nederland. Dan woon je op de verkeerde plek en kom je niet in aanmerking. Maar dat we ook daar meer middelen voor willen vrijmaken. Omdat we vinden dat boeren daar structureel te weinig voor worden beloond. En binnen het GLB zien we natuurlijk die beweging ook. Dat er wordt bewogen naar meer inspanningen voor hetzelfde geld. Dat kan niet. Daar zit, op een gegeven moment is de rek natuurlijk op. Maar het is wel ongelooflijk moeilijk hoe je, zeg maar, die constatering doen en hem dan oplossen. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Mm-hmm. Waar ook altijd verhit over wordt gediscussieerd in de politiek. Maar dat boeren voor dat soort inspanningen beloond moeten worden, staat wat ons betreft buiten kijf. En wat al helemaal niet zou moeten gebeuren, is dat een boer die door zijn eigen natuurinspanningen vervolgens dan last heeft van de natuur die hij heeft helpen creëren. Want dat speelt op dit moment ook. Nou, dat is natuurlijk helemaal te bizar voor woorden. Want dan ga je zien dat in de sector ook het animo, die intrinsieke motivatie die heel veel boeren hebben om voor hun omgeving te zorgen, ja, die gooi je dan gewoon met het badwater weg. En daar wil ik heel graag wat aan doen, want ik vind dat een bizarre situatie. De laatste vraag is van Thijs Moren. Dat hij stelt dat de boer voor ieder frietje dat in de snackbar voor 2,50 euro wordt verkocht, ontvangt hij 3 eurocenten voor de geleverde pieper. De hele keten, inclusief onze staat, verdient aan dat frietje, behalve de boer. Hoe gaat u ervoor zorgen dat internationaal, maar ook in de keten, een gelijk speelveld ontstaat, waardoor duurzaamheid ook echt onderdeel van de prijs kan worden? Mm-hmm. Ja, dat is het grote vraagstuk wat ik net ook bedoelde. Mm-hmm. Hoe krijg je... 10 jaar liberalisme heeft ervoor gezorgd dat we heel veel aan de markt hebben overgelaten als maatschappij. En nu beginnen we om andere wensen te krijgen dan wat de markt aan het doen is. En dat begint steeds verder uit de pas te lopen. En hoe je dat gat weer bij elkaar brengt, dat is wat mij betreft het vraagstuk voor de komende 4 jaar. En wat het CDA betreft heeft de overheid daar dan een rol in te spelen. Niet alleen door gewoon het overbruggen van het gat, maar ook om ervoor te zorgen dat die partijen weer naar elkaar toe gaan bewegen. Dus dat zijn en risico- en transitiefondsen die er zouden moeten komen. Maar ook de rol van de ACM, de Autoriteit Consument en Maatschappij bijvoorbeeld. Die vooral op de consument is gefocust en veel te weinig op de producent. Die is al een beetje aan het veranderen. Dat moet nog veel verder worden doorgevoerd. Er zou een voedselscheidsrechter moeten komen. Supermarktketens die beginnen voorzichtig ook hun rol in de maatschappij te zien. En daar blijkt wat de beweging te ontstaan. Daar moeten we volop op inzetten. Want dit is een probleem, die kun je alleen maar met z'n allen, als dat allemaal bij elkaar komt, dan komen we een beetje in de buurt. Dus dat, wat mij betreft is dat waar we handjes voor nodig hebben de komende 4 jaar. Dat voor elkaar te maken. Goed. Dank u voor dit interview. Graag gedaan.